Dit is een kapotte Logitech muis. Hij klikt niet meer. Ik ga je laten zien hoe je dat kunt oplossen. Als eerste ga ik beginnen met deze muis open te maken. Als het vijsje eruit is, kan je heel dit stuk naar achter trekken. Zou je ondertussen eens willen abonneren op mijn kanaal? Ik denk dat een van deze switches kapot is. Dus wat ik ga doen is deze hele printplaat uit de muis nemen. Deze clip moet een beetje naar achter en dan kan je ze eruit halen. Ik ga nu deze drie punten losmaken. Ik heb hier een vervangschakelaartje. Ik ga deze plaatsen op de plek van de schakelaar die ik denk dat kapot is. Dus ik ga hem los solderen. Zo. Deze schakelaar is er ook proper afgehaald. Wat ik nu ga doen is de schakelaar erbij nemen en op de juiste positie zetten in de printplaat en eigenlijk het omgekeerde doen van wat ik net deed. Ik heb die schakelaar erin gesoldeerd en dan kunnen we het nu testen. Zoals je kon zien, werkt deze muis nu terug en was dit dus inderdaad het component dat het liet afweten. Vond je deze video interessant en vond je het leuk om te zien hoe ik geprobeerd heb dit te maken? Vergeet dan niet te abonneren op mijn kanaal en tot de volgende video.